Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier op de knop abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Hiermee steun je mij ook. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Nou, lieve mensen, jullie kunnen me tegenwoordig ook een bedankje sturen. Ik vind het heel erg lief. Ik dank jullie alvast ervoor dat jullie me bedankjes sturen. Ik krijg enorm veel bedankjes. En ik hou van jullie. Hiermee kan ik dus ook weer lekker door om mooie, prachtige video's te maken voor jullie. En voor degenen die het nog niet weten, hier onderaan de video is dus een button en daarop staat bedankt. Hiermee kun je bedankjes sturen. Lukt het niet via YouTube, dan kun je mij dus ook bedankjes sturen via de link in de beschrijving en in de reacties die ik erin heb gezet. Nou, we zijn aangekomen bij redenvoering 9 van dit prachtige, bijzondere werkboek van Saint-Germain. Nou, redenvoering 9, Saint-Germain, 30 oktober 1932. Aanroeping. Almachtige, krachtige, actieve tegenwoordigheid, God. Wij loven u steeds meer en wij zijn u alsmaar dankbaarder voor uw bestaan. Uw licht en uw intelligente kracht, die overal in het universum tegenwoordig is. Wij zijn u ook ontzettend dankbaar voor uw actieve tegenwoordigheid in ieders denkvermogen, lichaam, gezin, leefwereld en zaken. Laat ons uw stralende kracht, die steeds actief is in ons leefwereld en onze zaken, begrijpen en voelen. Wij weten dat geen enkele activiteit kan mislukken, want u beheerst elke actie met uw liefde en rechtvaardigheid. Terwijl u alles in goede banen leidt, almachtige, allerhoogste heerser van het universum, uw wet is rechtvaardigheid. Uw kracht is onoverwinnelijk. Bescherm Amerika met uw grote, schitterende, liefhebbende tegenwoordigheid. Wijs de gezagdragers van de Verenigde Staten op hun fouten. Nou, precies, hè? Ik ben het machtige kanaal van gerechtigheid en ik beweer nu en altijd dat dit enkel het belang van Amerika in het licht van God dient. Geen enkele menselijke gedachte kan hierin doordringen. Niemand zal zich hiertegen verzetten, want het is voor altijd verzegeld in de liefde van de grote opgevaren meester van het licht. Almachtige God van het universum, uw liefde, licht, wijsheid, intelligentie en gerechtigheid zal elk ambt in dit land vervullen. Er zal voorgoed een einde komen aan alle politieke corruptie en u zult heersen door uw schepping, door uw kinderen in volmaakte rechtvaardigheid voor allen. Mooi. Ik groet u vanwege de grote heerschaar die steeds waakt over u en haar goddelijke uitstraling. Stuurt om alle die deze uitstraling aanvaarden te helen, te zegenen, te verlichten en voorspoed te brengen. Redenvoering. Momenteel is het een grote vereiste dat de mensen en zelfs de oprechte studenten de noodzaak voelen om 's morgens en 's avonds tijd te maken voor een ernstige meditatie om alzo het ego tot rust te brengen, zodat de innerlijke tegenwoordigheid ongehinderd tevoorschijn kan komen. Meditatie is in werkelijkheid de actieve tegenwoordigheid van God voelen. Wanneer iemand probeert te mediteren, mag hij niet meer gebukt gaan onder al het verstorende van die dag. Maak daarom het gevoel en de aandacht vrij van elke verwarring of verstoring. Ga in meditatie om de tegenwoordigheid van God te voelen en neem afstand van uw zorgen. Ken de waarheid en de waarheid zal u bevrijden. Betekent de erkenning en de aanvaarding van de activiteit van de machtige Ik Ben tegenwoordigheid. Vooreerst moet u weten dat Ik Ben het eerste grondbeginsel is en de absolute zekerheid voor bevrijding. Nu, ten tweede moet u weten dat Ik Ben de actieve tegenwoordigheid is, die alles in uw leven en uw omgeving perfect beheerst. Vervolgens bent u binnengetreden in de waarheid die u zal bevrijden. Ik moet u iets vertellen dat erg lachwekkend zou zijn, indien het niet zo ernstig was. Wanneer uw kleine lievelingshond voortdurend een op straat gevonden kluif in uw woonkamer zou brengen, zou u zich hiertegen hevig verzetten en het diertje bestraffen. U zou denken dat dit gedrag erg misplaatst is. Weet u, beminde studenten van de waarheid, dat het heel wat erger is uw gedachten steeds weer te vestigen op verstorende zaken of ervaringen dan kluiven in uw woonkamer te leggen? Het is spijtig dat het voor studenten en anderen zo moeilijk lijkt te begrijpen
dat zij moeten betrachten niet steeds met de fouten uit het verleden bezig te zijn. Ja, dus inderdaad, het verleden een keer los te laten. En het is heel gek, hè, dat dat zo moeilijk kan zijn, hè, voor veel mensen. Of sowieso een bepaalde ding uit het verleden los moet laten. Het is echt verzoening zoeken met jezelf. Met jezelf vergeven. De ander ook vergeven. Dat betekent niet dat je er nog mee om moet gaan. Nee, het gewoon loslaten. Het vergeven dat je deze situatie in je leven hebt aangetrokken. En dan verder te gaan. Met andere woorden, door onaangename ervaringen, geleden schade of eender welke onvolmaaktheid die u momenteel ervaart, zou u moeten loslaten. Ze zijn voorbij. Vergeef en vergeet ze. Precies als wat ik net zei. Het is inderdaad goddelijk om te geven en te vergeven. Ik geef u een voorbeeld wanneer iemand of een groep mensen een zaak opstart en wanneer deze zaak door gebrek aan kennis failliet gaat. Is dit steeds het gevolg van disharmonie op mentaal vlak en in de gevoelens? Indien iedereen in zo'n bedrijf ervan overtuigd zou zijn dat er enkel God in actie was, dan zou men het meest volmaakte succes bereiken. Omdat de mens een vrije wil heeft, betrokkent hij zichzelf en anderen schade wanneer hij zijn eigen gedachten en gevoelens niet beheerst. Dit is de grote wet. Het zal altijd zo zijn, tenzij iedereen zijn eigen gedachten en gevoelens in goede banen leidt. Iedereen die nu geïncarneerd is, heeft zeer vele fouten gemaakt, ooit, ergens. Laat niemand de houding aannemen, ik ben heiliger dan jij. Iedereen zou eerst de wet van vergeving moeten aanroepen. Wanneer iemand, een ander godskind, een broeder of een zuster bekritiseert, veroordeelt of haat, kan hij nooit verlichting of succes bereiken. Totdat hij de wet van vergeving aanroept. Vervolgens moet hij tegen de persoon voor wie hij negatieve gevoelens koestert in stilte zeggen: ik zend u de volheid van de goddelijke liefde van mijn wezen, om u te zegenen en voorspoed te brengen. Het is de enige houding waardoor u vrijheid bekomt en de bevrijding van de schijnbare mislukking van het ego. Nou, inderdaad, het is dus continu liefde, hè? Liefde en respect te moeten hebben voor alles om je heen. Ja? Dus de bekritiseringen alleen al. Inderdaad, als iets of iets jou is overkomen. Of je vindt iemand heel naar, hè, wat hierover staat. Of je haat iemand. Om dan voor diegene te bidden dat diegene goddelijke liefde zal zien. Dit bevrijdt jou van de keten van disharmonie, van negativiteit. En het vergt echt intelligentie. Ja, dat moet ik echt zeggen. Dus vergt echt intelligentie om dit op de juiste manier te begrijpen. Wanneer mensen voortdurend blijven denken aan een zaak of een onderneming die failliet gegaan is en er steeds opnieuw over spreken, dan zullen ze uiteindelijk zichzelf vernietigen. Oké. Dat is zo, want als ik het net al over dat andere heb, ja, dan voel ik die hitte in mijn lijf. Ik denk, ik zal ze. Maar goed, dat geldt natuurlijk voor elk ding. Ja, dus elke situatie die je meemaakt, dan voel je die hitte van woede. Of dat je denkt, van, ik kan ze wel dit of dat doen. Of had ik maar die fout niet gemaakt, of had ik maar het anders aangepakt. En dan zijn mensen boos op zichzelf en... Ja, het is eigenlijk allemaal dezelfde emotie. Dus ja, toch proberen dan daarin het los te zien. Want we vernietigen onszelf ermee. De grootste wijsheid is bidden voor liefde voor deze planeet. Bidden, 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 bidden. En ik denk dat het dan aankomt. Nou... Even kijken hoor, als ze deze situatie niet omkeren, ja, dus mensen zullen zichzelf dus uiteindelijk gaan vernietigen, want je wint er niks mee, je haalt jezelf continu naar beneden. Als ze deze situatie niet omkeren, door het aanroepen van de wet van vergeving kunnen ze zichzelf volledig bewust bevrijden van de hele situatie. Wanneer iemand wraakgevoelens koestert voor iets dat schijnbaar verkeerd is, zij het denkbeeldig of echt, leidt dit enkel tot de mentale en lichamelijke ongeschiktheid. Oké.
Nou, dit geeft al aan waar ik, ja, mijn antwoord. Het oude, maar buitengewone gezegde dat ons reeds eeuwenlang gegeven wordt. Hoe kunt u vergeven worden tenzij u wilt vergeven? Ja, hoe kunt u vergeven worden tenzij u wilt vergeven? Is een van de machtigste wetten om toe te passen in uw leven. Konden de mensen en de vele studenten toch maar inzien dat ze zaken bijhouden die ze niet wensen, door onaangename ervaringen uit het verleden, die ze met hun menselijke gevoelens toch niet kunnen veranderen. Steeds weer voor de geest te halen. Het grootste dat iedereen tracht te bereiken is in werkelijkheid vrede en vrijheid. Dit leidt altijd naar vreugde. God, de Ik Ben tegenwoordigheid, is de enige mogelijke weg om dit te bereiken. Deze tegenwoordigheid is de enige intelligentie die op elke ogenblik in uw leven en uw omgeving handelt. Verbind u er dus mee en beleef het. Een van de meest verbazingwekkende zaken die ik heb gadegeslagen sinds ik de verheven staat bereikte, is het gewrongen beeld van vrijheid, zowel op financieel gebied als op enig ander gebied. Er is slechts een absoluut zekere rots waarop u uw eeuwigdurende financiële vrijheid kunt bouwen, namelijk door in elke cel van uw wezen te weten en te voelen. Ik ben in mijn leefwereld de reeds perfecte voltooide rijkdom, overvloed en substantie van al het positieve dat ik me ook maar kan voorstellen of kan verlangen. Dit is ware financiële vrijheid. Wanneer u dit volhoudt, zult u deze vrijheid vast en zeker bekomen. Ik verzeker u dat u ze dan ook zult behouden. Anderzijds kan men bewust of onbewust zodanig gebruik maken van deze goddelijke Ik Ben tegenwoordigheid of Gods energie, dat men door te werken miljoenen dollars kan opstapelen. Maar waarin ligt dan de zekerheid dat men dit zal behouden? Ik verzeker u, het is voor eenden wie in de fysieke wereld onmogelijk om de vergaarde rijkdom te behouden, zonder dat zijn wezen zich ervan bewust is dat God de kracht is die dit voortbrengt en in stand houdt. U ziet rondom u voortdurend voorbeelden van grote rijkdom, die als het ware verdwijnt zoals sneeuw voor de zon. De laatste 4 jaar hebben duizenden mensen dit ervaren. Wanneer zij, zelfs na dit schijnbare verlies, zouden gezegd hebben: ik ben de rijkdom, God in actie, die zich nu in mijn leven en omgeving openbaart, zou de deur zich onmiddellijk geopend hebben voor hen, zodat zij opnieuw overvloed hadden ontvangen. Waarom zeg ik opnieuw overvloed ontvangen? Omdat zij de stuwkracht reeds hadden opgebouwd en groot vertrouwen hadden. Daardoor waren alle vereisten voorhanden voor verder gebruik. In de meeste gevallen echter vervielen zij in grote moedeloosheid, dikwijls haat en veroordeling. Dit sloot en vergrendelde de deur voor verdere vooruitgang. Dat is echt zo. Heel veel mensen die grote rijkdom vergaren, of nog steeds vergaren. Ja, er zijn verschillende soorten mentale dingen. Ja, er zijn mensen die vreselijke wrek zijn, dus zo verschrikkelijk gierig zijn, die nog niet eens een euro aan zichzelf besteden en eigenlijk continu al dat geld oppotten. En hun grote liefde is dan denk ik ook dat geld. Voor de rest hebben ze voor niets liefde. Ja, dus die potten dat continu op. En nou, je ziet ze nog in de meest afgetrapte schoenen, haren niet gewassen. Het zijn hele nare mensen ook eigenlijk. Ze zijn niet aardig, want het enige waar ze omgeven is dat geld. En ja, dat heb je. Dus die zijn heel erg bang ook dat te verliezen. Nou, uiteindelijk zullen ze het ook gaan verliezen. Want ja, je kan niet mee je graf innemen. En of het wordt afgepakt of ze worden bestolen of dat soort dingen. Dan heb je mensen die juist heel vrijgevig zijn. En die ook enorme rijkdommen hebben. En nou, of heel rijkdommen, dat vind ik ook zo'n stom woord. Maar welvaart hebben, zeg maar. Hè, financiële welvaart. En die zijn ook niet bang om te verliezen. Die kunnen zelfs nog poep verkopen, zeg maar, en daar nog geld aan verdienen. Snap je wat ik bedoel? Die hebben zo'n mentale wilskracht en ook gewoon weten dat dat geld makkelijk te verdienen is. Ja, dus dat is die mentale overtuiging die ze hebben. Dus die zullen ook nooit zonder geld komen. En dan heb je ook mensen die steeds half zitten, snap je? Half. En je hebt ook mensen natuurlijk die over lijken gaan. Dus het maakt niet uit wat ze maar moeten doen.
als ze maar geld hebben, en je zult ook zien, die hebben eigenlijk altijd tekort. Ja, dan hebben ze eventjes kortstondig heel veel geld. Dus ook mensen die in verdovende middelen handelen, of wiet, of weet ik veel wat al, die hebben kortstondig hebben ze geld. En dan moeten ze weer weken of maanden wachten voordat er weer geld is. En dan hebben ze weer geen geld meer. Het is gewoon, en moeten ze om zich heen kijken. En dan moeten ze uitkijken dat ze niet, erbij gelapt worden. Het is continu wel iets, weet je wel. Maar dus je hebt verschillende soorten facetten. Hoe mensen geld verdienen. En dan heb je mensen die het allemaal zo keurig mogelijk willen doen. Nou, die hebben de mentaliteit dat ze hard moeten werken. Hard moeten werken om iets te bereiken. Dus die zullen ook altijd hun leven lang werken. Dat zijn ook vaak mensen die al 50 jaar bij hetzelfde bedrijf zitten. En tuurlijk, ze hebben het allemaal naar hun zin. Ze hebben hun ditjes en hun datjes. Weet je wel, hun huisje, boompje, beestje. En hun leventje en hun vakantietjes. Maar verder is er geen grote doelen, weet je wel. Want ze zijn bang om het weer te verliezen. En dan heb je natuurlijk de mensen die heel veel welvaart ook hebben vergaard. En dan komt er een crisis aan. Ja, net als in 2008. Heel veel mensen hun geld zijn kwijtgeraakt door de corruptie van de staat. De banken die zijn gevallen. En en dan hebben ze zo'n schande, voelen ze, dat ze van de brug afspringen of zo, weet je wel. Terwijl er zijn ook mensen die het weer hebben opgepakt en weer opnieuw rijk zijn geworden. Nee, gaan ze van de brug springen of omdat ze in schulden komen of omdat hun vrouw of hun man niet meer bij hun wil zijn. Of, nou ja, de schande is vaak groter dan de angst voor de dood, hè, op dat moment. Ja. Heel, heel vreemd. Dus weet je, ook dat, voel je het gevoel van schande, probeer het los te laten. Ja, probeer daar, het weer te helen voor jezelf. Want er komen periodes aan dat je het weer opnieuw mag proberen. Ja, en dan kan je zo weer, morgen kan je dag er alweer anders uitzien. En weer een positieve zijn. En dan heb jij jezelf van de brug laten storten. Nou. Laat mij u verzekeren, beminde kinderen van God, niets op de hele wereld is zo erg en zo rampzalig als dit. Maar de ik ben de actieve tegenwoordigheid van God, die de eeuwigdurende kracht en moed van het universum bezit, is steeds tegenwoordig om u opnieuw de weg te tonen om vrijheid in financiële onafhankelijkheid op te bouwen. Ik zou overal willen dat de studenten die onder deze straling komen dit te begrijpen. In deze dagen van vallende tronen en regeringen, van individuele rijkdom en armoede, is het immers belangrijk dat de studenten weten en begrijpen dat indien hun rijkdom vervlogen is ten gevolge van onwetendheid of onbegrip, de ik ben tegenwoordigheid in hen, God in actie, er vast en zeker voor zorgt dat zij hun geloof herwinnen, hun vertrouwen, hun rijkdom in alles, waar zij hun aandacht ook maar willen op vestigen. Aldus laten ze toe dat deze machtige innerlijke energie, die de enige kracht is die ooit iets kan bereiken, in hun wensen vloeit. Iedereen die in meerdere of mindere mate financiële middelen verliest, zou onmiddellijk deze wonderlijke uitspraak van Jezus moeten zeggen. Ik ben de opstanding en het leven van mijn werk, mijn begrip en van alles, waarop ik mijn aandacht wens te vestigen. Ik zeg u oprecht, beminde mensen en studenten, er is in de hemel of op aarde niet de minste hoop voor u, zolang u bewust voeding geeft aan gedachten en gevoelens van kritiek, veroordeling, haat en zelfs lichte afkeer. Dit brengt ons op het cruciale punt dat u zich enkel hoeft te bekommeren om uw eigen gedrag in uw eigen activiteit. Dat is het ook, hè? Er zijn ook heel veel mensen die dan bang zijn voor geld, hè? Of financiële middelen. Of die zeggen, ja, nee, geld maakt niet gelukkig. Ze zullen ook nooit geld hebben. Of dat niet mag, of dat het van de duivel is. Of weet ik veel wat. Het gaat om dat jij, als jij dit in die hypnotische wereld, zeg maar, nodig hebt om, nou ja, zo gezegd dan maar te moeten overleven, dat het je zeker een geboorterecht is dat ieder mens, ja, ieder wezen, financiële vrijheid mag hebben. En dat het niet alleen maar weg is gelegd voor een bepaalde groep die zichzelf dat zeker toe-eist en die dat ook denkt. Ja, als die dat zeker roepen dat hun de uitverkorenen zijn, en jij over jezelf denkt dat jij niet de uitverkorene bent, dan is dat jouw vloek die je over jezelf afroept. Ja? Hun roepen voor hun het juiste af. Ja?
Ik vind mezelf ook de uitverkorene. Ja? En ieder mens is de uitverkorene. Wij zijn allemaal de uitverkorene om vrijheid te mogen ervaren op wat voor manier wij ons dat ook maar wensen. Ja, is dat de liefdevolle, is dat met liefde vrijheid? Is dat financiële vrijheid? Is het de vrijheid van reizen? Vrijheid kun je op meerdere manieren ervaren. En vooral mentale vrijheid, dat is mijn grote doel. En ja, weet je, je hebt heel veel dingen dat je dat mag. En het is niet dat je dan iemand bent die op geld uit is. Of, weet je, zo Nederlands is dat ook. Ik vind echt, Nederland is echt heel erg op dat gebied. Dat ze zo afgunst hebben op mensen die het beter hebben. Dat zegt echt wel iets over het land. Hoe het gezakt is in zijn mentale vrijheid. Ja, of mentale geluk ook. Het is echt een beetje. En slaven, nou, volgens mij niet eens slaven die zo denken. Maar kunnen niet eens een woord geven. Het is wel een lage bewustzijnstoestand hoor. De afgunst is niet normaal gewoon. Ik zeg u, indien een andere persoon helemaal niet de bedoeling heeft u te kwetsen, dan is het veel erger om zo iemand te bekritiseren, te veroordelen of te haten, dan hem te vermoorden. Waarom is dit zo? Dit brengt ons op het cruciale punt dat u zich enkel hoeft te bekommeren om uw eigen gedrag en uw eigen activiteit. Nou, dat is wel een mooie. Om alleen mezelf onder de loep te nemen. Het is niet aan u om een ander te beoordelen. Want u kent nog de krachten die iemand anders beroeren, nog de juiste omstandigheden. U ziet en kent slechts een klein deel van de totaliteit. Ik zeg u, indien een ander persoon helemaal niet de bedoeling heeft u te kwetsen, dan is het veel erger om zo iemand te bekritiseren, te veroordelen of te haten dan hem te vermoorden. Waarom is dit zo? Omdat gedachten en gevoelens de enige scheppende kracht zijn van diegene die hen uitgezonden heeft. Zelfs al zouden bepaalde gedachten en gevoelens diegene waarop ze gericht zijn niet beroeren of schaden, dan moeten ze steeds terugkeren naar diegene die hen heeft uitgezonden. Terwijl de lading die ze in zich dragen vele malen versterkt wordt. Diegene die negatief denkt over een ander vernietigt uiteindelijk zichzelf, zijn werk en zijn zaken. Men kan dit op geen enkele manier afwenden, tenzij door inzicht te verkrijgen en bewust deze stroom om te keren. Dus continu ben je eigenlijk bezig met liefde sturen, respect te hebben voor alles wat leeft, voor alles wat bestaat, niemand te bekritiseren. Dat is eigenlijk wat je levenswijze moet zijn. Laat ons een stapje verder gaan. Ook vooral om voor jezelf. Hè? Je doet dit allemaal voor de bron van jezelf. Want wat je dus geeft, of het nou kritiek is, of het nou schade is aan de natuur, je schaadt daarmee jezelf, want we zijn er allemaal één mee. Laat ons een stapje verder gaan. Door de eeuwen heen hebben er altijd vernootschappen bestaan, waarin één of soms twee personen de bedoeling hadden anderen te benadelen. Nou, hier hebben ze over die geheime genootschappen allemaal, hè? Hierdoor kwamen een aantal absoluut onschuldige mensen in de gevangenis terecht. Ik zeg u, het is een onfeilbare en onveranderlijke wet dat diegenen die er de oorzaak van zijn onschuldige mensen opgesloten werden en aldus beroofd worden van hun vrijheid om te handelen. Zoals God het bedoeld heeft, identiek hetzelfde zullen ervaren als hetgeen zij de anderen hebben aangedaan, zelfs tot 3 of 4 levens later. Oké, horen jullie dat? Dus alles wat je een ander aandoet, hier bijvoorbeeld bij die geheime genootschappen, heb je altijd wel rotte appels tussen die dus de hele boel willen misleiden. Die de wijsheden weer willen afpakken en daar weer misbruik van willen maken. Zo is het al die jaren gegaan. Die zullen dus echt 3 tot 4 levens later daar nog last van krijgen. Dus ja, dus weer gerekeneerd worden en zullen ze zelf elke keer weer in de gevangenis gegooid worden of benadeeld worden en zullen ze slachtoffer worden dus, offer voor de slacht worden, omdat ze dat in hun vorige leven bij anderen ook gedaan hebben. Dus elke keer keert dit dus terug. Ikzelf zou liever 1000 maal doodgeschoten worden dan een van Gods kinderen van zijn of haar vrijheid te beroven. Ja, dus als jij continu
andere mensen als slaaf behandelt, nou ja, continu of eenmaal, dan zal jij dus nog zoveel levens daarna karma daarvan hebben. De grootste misdaad in de huidige menselijke samenleving is het heersende gebruik van een uitvoerige bewijslast. In 99% van de gevallen wordt deze nadien volledig verkeerd bevonden. Soms komt men de waarheid nooit te weten. Dus beminde studenten, laat iemand die het licht zoekt nooit een oordeel uitspreken over een ander kind van God. Dat is het ook, hè? Dat hele gerechtshof is natuurlijk totaal gebaseerd op leugens of benadeling. En het is maar net hoe goed iemand het spel speelt. Ja? Hoe goed jij de wetten kent. Wat voor goede advocaat je hebt bijvoorbeeld. Alles hangt daarvan af. Als je dus een slechte advocaat hebt, dan ben je bijvoorbeeld al ten dode opgeschreven. Dat is het gewoon. Dus hoe correct is dit hele systeem? Niet. Niet. Totaal niet. Het gaat om wie het beste het spelletje speelt. Dus het is allemaal gelogen. En als je dit probeert met een liefdevolle intentie te winnen, dan ga je het niet winnen. Ja, in dit hypnotische dan. Hè? Liefdevol dat je denkt van nou, ik ben eerlijk. Ja, ik ga eerlijk vertellen, ik ga het eerlijk doen, ik ga eerlijk zus of zo. Want ze kijken namelijk niet naar jouw eerlijkheid. Ze kijken niet naar je emoties. Ze kijken naar hoe het in de wet staat. Ja, en als jij bijvoorbeeld inderdaad, als er een dief bij jou binnenkomt en je slaat die dief neer, dan ben jij nog schuldig. Dus waar ligt hier... Dus wat zou je dan moeten zeggen? Ja hoor, meneer de dief, neemt u me alles mee? Geen probleem, weet je wel. Dus hoe krom is dit systeem? Daar wordt dus niet naar gekeken. En het is me net als de meest walgelijke dingen heb ik al voorbij zien komen. Nou, een of andere smerige vent ergens uit een of ander land, ja, die misbruikt hier een kind, zeg maar, in Nederland. En, nou, dat werd voor het gerecht gesleept. En hij had gewonnen, omdat hij zei, ja, ik kon het niet verstaan in het Nederlands, want hij verstaat geen Nederlands, dat ze nee riep of stop riep. Dus dan was het zogenaamd vrijwillig. Nou, weet je, dus als jij dan die wetten kent zo, dus omdat ja, je zegt, ja, ik kon niet verstaan, het was niet in mijn taal, ik wist niet dat ze het niet wilden. Dan ineens ben je vrijgesproken of heb je minder jaren straf. Het gaat natuurlijk helemaal nergens over. Ja, hier gaat het ook over valse getuigenissen afleggen. Hè? Dus als jij iemand beschuldigt van iets wat diegene niet gedaan heeft, of als jij over diegene gossips uitroept, hè? Dus als jij liegt dat diegene bepaalde dingen gedaan heeft of gezegd heeft, of je zegt iemand, je zet iemand bewust in een slecht daglicht, dat is dus een valse getuigenis afleggen. Ja? En dan benadeel jij natuurlijk diegene, dat diegene in de gevangenis komt of geschandaliseerd wordt of aan de gal gehangen wordt, ja? Naar jouw leugens. Dat is het, omdat je zo graag wil winnen bijvoorbeeld, of omdat afgunst is of wat voor reden het ook mag zijn. Het kan nooit een zuivere reden zijn. Veronderstel dat iemand waar wij erg veel van houden totaal verkeerd schijnt te lopen. Wat is het eerste dat anderen zullen doen? Doorgaans zal men beginnen oordelen en bekritiseren. Het krachtigste dat iemand die de situatie kent kan en moet doen, is deze persoon al zijn liefde schenken en in stilte weten. Ik ben God in actie. De enige leidende intelligentie en activiteit in deze broeder of zuster. De grootste hulp die men kan bieden is in stilte te spreken tot het bewustzijn van deze persoon. Wanneer men verbaal tegen iemand protesteert, creëert men dikwijls verzet en zal de persoon in kwestie zijn handelwijze eerder nog versterken dan staken. Wanneer men in stilte werkt, behaalt men absoluut zeker succes. Dat geloof ik absoluut. Niemand kan vermoeden wat de goddelijke ik ben tegenwoordigheid in iemand anders wenst te doen. Dit zijn vitale waarheden die de mensen grote vrede kunnen brengen. Indien men ernaar leeft, het leven van vele zakenlui is geruïneerd. Omdat er in hun bewustzijn veroordeling, afkeuring of bepaalde gevoelens van haat tegenover iemand anders verscholen zit. Ja, afgunst. Dit is echt een ziekte. Jaloezie is een verschrikkelijke ziekte.
ja, een ander niets willen gunnen. Dat komt omdat het hele systeem daarop op is gebouwd. Ja? Vooral die Amerikaanse cultuur, hè? Cult, secte, zo moet je het eigenlijk noemen. Die Amerikaanse stijl, ja? Dat harde. En als jij niet eventjes goed je best doet, of als jij dit, dan word je gelijk ontslagen. En dan hup is de volgende alweer. En dan is dit alweer. Netflix staat ook heel erg onbekend. Al die Amerikaanse bedrijven, weet je. Als jij niet, het is gewoon een hele harde wereld. Als jij niet goed genoeg bent, pup, dan lig je eruit. En dan, daarom is er zoveel jaloezie. Dus als er dan eentje beter is, ja, dan proberen ze die anderen natuurlijk te dwarsbomen. Dat diegene daar niet kan komen. Of misschien in een goed straatje valt bij de werkgever. Het is erg te erg, toch. Een slijmballerij en een veer in hun reet douwerij. Het is erg gewoon. Maar goed, dat heeft echt met die intelligentie te maken. Totaal andere levenswijze is nodig. Nou, niemand kan vermoeden wat de goddelijke ik ben tegenwoordigheid in iemand anders wenst te doen. Dit zijn vitale waarheden die de mensen grote vrede kunnen brengen. Indien men ernaar leeft. Het leven van vele zakenlui is geruïneerd omdat er in hun bewustzijn veroordeling, afkeuring of bepaalde gevoelens van haat tegenover iemand verscholen zitten. De student of de persoon die het licht tracht te bereiken, zou nooit mogen gaan slapen zonder eerst bewust liefde te zenden naar iedereen die hem ooit gekwetst heeft. Dat is een mooie voor het slapen gaan. Deze liefdevolle gedachte dringt pijlsnel door in het bewustzijn van de ander, waar het zijn positieve eigenschappen en zijn kracht ontplooit. Dit proces kan niet gestopt worden. Even zeker als u dit uitzendt, keert dit naar u terug. Niets veroorzaakt zoveel lichamelijke en mentale kwalen en ziekten als de haatdragende gevoelens die men uitzendt naar anderen. Het is onmogelijk te voorspellen welke uitwerking dit heeft op het denkvermogen en het lichaam van de zender. Bij de ene zal het een totaal andere uitwerking hebben dan bij de andere. Begrijp goed dat wrok slechts een mildere vorm is van haat. Absoluut. Een wonderlijke gedachte om mee te leven is: ik ben het volmaakte, scheppende denkvermogen en gevoel dat alomtegenwoordig is in de gedachten en het hart van de mensen. Het is hoogst wonderbaarlijk, het creëert niet enkel rust en vrede voor uzelf, maar het brengt u ontelbare geschenken van de tegenwoordigheid. Een andere gedachte is: ik ben de machtige wet van goddelijke gerechtigheid en bescherming, die werkzaam is in de gedachten en het hart van iedereen. Deze uitspraak heeft in elk opzicht een enorme invloed en kracht. Ik geef u nog een bevestiging. Ik ben goddelijke liefde die de gedachten en het hart van alle mensen vult. Wanneer u hieraan denkt, zult u begrijpen wat er gedaan werd om dit huis een stralend centrum van de actieve goddelijke tegenwoordigheid te maken. U zult plots de gigantische toepassing hiervan begrijpen. Alles in het leven van de mens kan geleid worden door de ik ben tegenwoordigheid. Het gebruik van de ik ben tegenwoordigheid is de hoogste activiteit die kan geschonken worden. Wanneer u zegt, ik ben, brengt u God in actie, maar u zult veel meer kunnen verwezenlijken wanneer u de grootsheid van het gebruik van deze uitdrukking voelt en kent. Laat de enorme kracht van de ik ben doorwerken in uitspraken als, ik ben de almachtige goddelijke kracht. Er is geen andere kracht die kan handelen. Wanneer u dit zegt en voelt, dan bevrijdt u de volledige activiteit van God. Nog andere uitspraken zijn: ik ben de bewuste herinnering van deze zaken. En ik ben de bewuste herinnering, het gebruik en de kennis van het gebruik van deze zaken. Wanneer u zegt: de tegenwoordigheid die ik ben hult mij in mijn eeuwig verheffende gewaad van licht, dan gebeurt dit ook werkelijk op dat ogenblik. De geheime plaats van de Allerhoogste is deze ik ben tegenwoordigheid. De heilige zaken die u geopenbaard zijn, mogen niet verworpen worden, want ze zijn als parels. Besef altijd, ik ben op elk moment de volmaakte beheersing van spraak en actie. Weet ook dat de wachter altijd klaar staat, want ik ben de beschermende tegenwoordigheid. Gods energie staat altijd klaar om gebruikt te worden. De zelfbevestigende activiteit van de ik ben is inherent aan deze uitspraak. Vervolgens weet u dat tijd niet bestaat. Dit leidt u tot ogenblikkelijke actie en uw precipitatie zal spoedig plaatsvinden.
Voorafgaand aan elke manifestatie zult u steeds de absolute stilte voelen. Zegening. Wij danken u, machtige Ik Ben tegenwoordigheid, dat wij mochten binnentreden in uw geheime plaats. Laat uw wijsheid steeds heersen en laat uw licht zich verspreiden. Laat uw wijsheid ons denkvermogen en ons lichaam steeds bewaken en besturen, zodat zij altijd handelen in volmaakte overeenstemming met u. Uw kennis en kracht worden tevoorschijn geroepen door de uitspraak. Machtige Ik Ben tegenwoordigheid. Wij weten dat wij steeds uw machtige energie ontvangen en dat deze energie alles, waar ze naar gezonden wordt, perfect volbrengt. Nota. Gerechtelijke bevestigingen. Iemand die bij een juridische zaak betrokken is, moet zeggen: Ik ben de wet, ik ben de gerechtigheid, ik ben de rechter, ik ben de jury. Wanneer ik weet dat ik ben almachtig is, dan weet ik dat hier enkel goddelijke gerechtigheid kan geschieden. Ja, dus dat het eerlijk gaat op een goddelijke manier. Nou, lieve mensen. Prachtig stuk weer, enorm interessant. En je gaat steeds meer begrijpen. Dus zo vaak mogelijk luisteren naar al die delen. Zet het regelmatig op. Want je zult het elke keer weer anders horen. Omdat de deeltjes, de stukjes van de puzzel, die zullen gaan vallen. Ja, die zullen dus in elkaar gaan passen. En jouw intelligentie gaat daardoor steeds meer groeien en ontwikkelen. Elke keer ga je het weer anders zien. Dat je denkt, hè, ik heb het al zo vaak gehoord, nu hoor ik het weer anders. Omdat je focus op de dingen die je in jezelf nog moet helen. Dus bepaalde dingen in de verhalen die ik dus vertel, die zullen je bijblijven, omdat het iets is wat je heelt. Als dat geheeld is, zal het volgende stukje komen. Ja? Als het ene aspect ontwikkeld is, dan ga je je ineens richten met je hersenen die zoeken. Hey, dat is van mij van toepassing. En dan zal je dat gaan ontwikkelen. Ja, dus het gaat soms met alles tegelijk en soms gaat het in stukjes. Daarom is het zo belangrijk om het regelmatig te luisteren, want dan ga je het bezinken. Ik heb dit al heel vaak gelezen. En ik lees nu inderdaad weer nieuwe dingen. Ja, dat ik denk, oh, zit het zo? En dat is ook over welvaart, ook heel belangrijk ding. Het is heel belangrijk, ja, om jezelf altijd mooi en liefdevol te benaderen. En jezelf ook mooi te maken. Ja, je hoeft geen, weet ik veel, schapenwolle sokken, hoe noemen ze dat, geitenwolle sokken aan. En je haar vies en vettig, omdat je nergens meer om mag geven. Dat is niet de weg. Ja, we zijn als prachtige, goddelijke, godsgeschenkjes zijn wij gemaakt. Imperfectie, mooie huid, alles is prachtig. Mooie oogjes, als je naar zo'n babytje kijkt, is gewoon wauw. Ja, en het is belangrijk dat we ons schoon houden en dat we fris ruiken en dat we mooie dingen om ons heen creëren. Je hoort ook hier in dit boek dat als zij in andere sferen zitten, in andere frequenties, ja, dat er prachtige paleizen zijn, prachtige huizen, de mooiste van de mooiste, kristallen, diamanten, alles. Ja? Dus waarom zou jij je dan moeten gaan gedragen als in de middeleeuwen? Ja? Waar je je tanden niet poetst en waar je er gewoon niet uitziet. Dat is niet wat bij een goddelijk wezen hoort. Zo stel je een goddelijk wezen ook niet voor. Ja? Als jij jezelf dus goddelijk vindt, dan ga je er ook naar leven. En daar horen goddelijke dingen bij. En daar ga je jezelf niet laten verwaarlozen omdat je vindt dat je als een minimalistische, armoedige sloeber moet gaan leven. Ja? Minimalistisch is wat anders, prima, weet je. Dat je niet zoveel spullen en rotzooi en rommel hebt, dat is alleen maar super. Maar je mag absoluut genieten van mooie dingen. Je moet zelfs genieten van de dingen die op deze planeet voor ons gemaakt zijn. Ja? Nou, lieve mensen, ik dank jullie weer voor het luisteren en kijken naar mijn video's en voor de bedankjes en voor de lieve reacties. En ik hou ontzettend veel van jullie. En op naar de volgende video. Redenvoering 10 zijn we. Dus I love you.